Hier is een massa positieve nieuws vandaag. Ik hou je volledig op de hoogte. Er zijn natuurlijk diverse nieuwsuitzendingen en ook nieuwsberichten op diverse kanalen. Uiteraard ook op internet en social media. YouTube wordt er heftige beelden, maar ook gebeurtenissen doorgegeven. En dit keer ja, de luchthaven in Atatürk is geëvacueerd. Dat is bevestigd. De Turkse politie heeft de luchthaven Atatürk in Istanbul geëvacueerd na de aanslag van vanavond. Alle vertrekkende vluchten zijn geannuleerd. Passagiers worden naar hotels gebracht. Een toestel van Turkish Airlines dat vanavond was vertrokken naar Istanbul is teruggekeerd naar Schiphol. Een andere vlucht morgen naar Istanbul is geannuleerd, meldt de KLM. Atatürk verwerkt jaarlijks 61,8 miljoen passagiers en is de op de 10 na drukste luchthaven ter wereld. De drie terminals tellende luchthaven groeit hard. Het is de thuishaven Turkish Airlines. Waarover later meer over de gebeurtenis die gisteravond heeft plaatsgevonden.